Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hij gaat misschien wat langer duren, maar dat komt omdat we een level gaan spelen in Serious Sam 3. En ik schrok toen ik zag dat die serieus 37 euro was op Steam. En dat ik hem volgens mij ooit een keer gekocht heb voor 5 euro. Ongelooflijk, maar hou het in de gaten. Helaas zijn de Steam... Ik heb al een hele tijd op een computer staan en het wordt dus tijd om gewoon een leuke video op te nemen van een level die ik nooit heb gespeeld. En dat is namelijk van de DLC Jewel in de... Quest in the Jewel of zo, geloof ik. We gaan het zien in Serious Sam 3 en dan gaan jullie gelijk kijken wat voor een game het is. Nou, welkom. We zijn in het hoofdmenu. En we gaan selecteren singleplayer en dan zeggen wij campagne Jewel of the Nell. Oh, het was anders. Jewel of the Nell met Gathering of the Gods. We spelen op zijn makkelijkst. Want ja, ik ben nog best een noob. Het is best een lastig spel, maar dat gaan jullie dadelijk wel even zien. Serious Sam is begonnen met deel 1, heel logisch. Toen kwam deel 2 uit. Toen kwam een remake van deel 1 met een HD-versie. En toen daarna hebben ze deel 3 gemaakt met een nieuwe Serious Engine die ze zelf hebben ontworpen om deze game te maken. Het spel ziet er zeker netjes uit. En ik ben ontzettend benieuwd naar dit level. Ik heb gisteravond heel eventjes 10 minuutjes gespeeld. En toen dacht ik van jongens, ik ga dit opnemen. Want ik wil delen met jullie hoe dit spel is. En het is zeker niet slecht. We zitten nu in het spel. We zijn geland met de helikopter. En we zitten in het spel. Het enige wat we hebben is dit wapen. Wat zeg maar aan mijn arm zit. Maar ja, voor de rest hebben we niks. Misschien zit hier wat in die kratten. Het zou mooi zijn. Ik kan dus helemaal niks. Nee, ik kan helemaal niks. Nou, dan gaan we verder. Hier zie ik een wapen. Dan kan ik gelukkig wat schieten. Nee, ook niet helemaal. Er zit niks in, helaas. Oeh! Zo. Wil je dat nooit meer doen, meneer? Die hier zo in één keer achter me zit. Ik hoor monsters. Als deze muziek speelt, deze spannende muziek, dan betekent dat er mannetjes kunnen komen. Ik ga even hierop zitten. Zo, dan kunnen we hierop. En dan ga ik een jump maken naar hier. En hier pakken we iets leuks. Huppakee, secret found. Ik wist die toevallig nog van gisteren. Ik ga nog iets doen. En dat is nog een secret. En dat is daar, op dat eiland. Ik ga er even naartoe. Het duurt even. Maar als we er zijn, gaan jullie echt het heel leuk vinden. Let op. Ik had het gisteren toevallig ook ontdekt. En jullie gaan het nu ook zien. Het is een klein, grappige secret. Hier namelijk achter op dat eiland stond een kanon. En let op wat er gaat gebeuren. Helaas. Titanic gaat onder. Het is heel droog. Je ziet ook dat bootje, zag je net in de verte. Oh ja, nu niet meer natuurlijk. Maar nu gaan we weer terug. Dat is een klein secret die ik gisteren toevallig had gevonden. Ik zag dat eilandje en Serious Sam kennende is er gewoon weer iets grappigs mee gedaan. En ja, de game draait eigenlijk dat er monsters weer komen vanuit ergens een planeet. En jij gaat ze bestrijden om ze gewoon weer ja, allemaal kapot te schieten eigenlijk. Dat is eigenlijk het hele doel van het spel. Serious Sam 3 heeft nooit echt een diep verhaal gehad. Maar ik geloof dat deel 3, dus die ik nu speel, dat die wel iets dieper ging met het verhaal. Heel leuk, we gaan verder. Ik moet in ieder geval sleutels gaan zoeken, want er zijn kooien. En die kooien moeten wij openen om spullen te krijgen. Maar natuurlijk zal er ook hier en daar wat bescherming zijn. En dat zal je merken als ik inderdaad dit pak. Let op. Er komt een monster. En die kunnen we even met de E. Die kunnen we een melee kick geven dadelijk. Let maar op. Als we hem genoeg damage. Let op. Hoppakee. En skeletjes komen we ook weer tegen. Skeletjes. Maak hem dood. Hoppakee. Die is dood. En ik hoor nog meer monsters. Oh shit. Er komen nog meer van die rare monsters. Van die misbaksels. Oh jee. En daar komt er nog een hele grote. Zo. Het is een of andere... tijger, die maakt alles kapot. Ah, hij is bijna dood. Hoppakee. Die vernietigt heel dat gebouw. We gaan verder. We moeten op zoek gaan naar sleutels. Dat is ons doel. Dat is onze missie. Hallo meneer. Ik ga hem aanvallen, maar ik heb hem al. Ik kon hem ook melee attack doen. Leuk gedaan. Ik zie daar, ja, sleutels. Wat hebben we hier? Oh, dit is een leuk wapen. Kijk eens, een axe. Die hebben we misschien wel nodig om dadelijk even hoofdjes in elkaar te slaan. Zo, dan gaan we hier naar achter. Wat vinden we hier? Vinden we hier de sleutels. Ik heb gisteren echt 3 kwartier gezocht naar die sleutels, geloof ik. Dus dat is wel makkelijk dat ik die nu heb gevonden. We moeten nu daar naartoe. Even kijken hoor. En ja, ik weet waar die zit. Die zit namelijk aan de rechterkant. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik eigenlijk eerst
uitkijken voor die monsters. Die hebben bommen in de handen en die exploderen. Dus daar moet je eigenlijk op schieten. En als ze dichtbij komen, dan zou je ook levens eraf krijgen uiteraard. Hebben we hier nog wat spullen wat we kunnen oppakken? Ik hoor nog een monster. Zo. En daar komt er nog één in de verte. Ja. Die is ook dood. Komt er nog één? Yes. Er komen er twee zelfs. Oh, zo. Het is een bloederig spel. Serious Sam is altijd bloederig geweest. En dat is zeker vet, want dat hoort ook echt bij Serious Sam. Bij Serious Sam hoort bloederig. En monsters. En gruwelijke dingen. En een armpje. Oh, hallo meneer. Gaan we melee attacken? Huppakee, zijn oog eruit. En ja, nu heb ik dus een oog vast. En wat gaan we met ogen doen? Helemaal goed. Oh, ik heb hem losgelaten. Jammer nou. Ik wou hem in het water gooien. Geef niet, we gaan door. Ik heb de sleutels. Dus dat betekent dat we die kastjes open kunnen maken aan de zijkanten. Laten we dat eens doen. Wat zag ik daar? Ik zie daar een apie. Dat is echt een apie hoor. Oh, er komen weer monsters. Oh! Oh, nog een monster. En ik had zijn hoofdbeet zoals je net zag. Die ik weggooide. Hoppakee. Ik open dit. We pakken de spullen eruit. We krijgen geen nieuwe wapens helaas. Maar dat krijgen we dadelijk wel. Daar hebben we nog een schorpioen die we moeten vermoorden. Komt uit Serious Sam 1. Daar kwam die ook al in voor. En apies die doen geen kwaad. En nu hebben we ook een shotgun. Zo. Ik schrik me altijd de dieven moord door die monsters. Oh, de apie doet wel kwaad. Ik wist niet dat het apie aanvalde. Oh, waar is het apie? Daar is het apie. Wacht, heb ik hem dood? Ja, ik heb hem dood. Oké. Kom maar jongens, ik maak jullie af. Met mijn ex. Nou, we maken deze deur open. We hebben ook weer een ex. Nieuwe wapens? Nee, nog steeds geen nieuwe wapens. Wat jammer, daar misschien. Dan hebben we nog zo'n kist. Die kisten zijn allemaal om dit paleis. Zo. Armor hebben we nodig. Oh, dit is een mooi wapen. Oeh! Ja, komt er nog één? Nee. We gaan snel naar de overkant. Daar hebben we nog meer wapens misschien wel. Zooi, we pakken het op. Nee, helemaal niks. Daar komt een monster aan. Dag meneer de monster. Hallo! En hallo! Die gaan snel dood op die manier. Zijn er nog meer monsters? Niet dat ik zie. Oké, we gaan door. Daar hebben we nog een kist. Of een soort van secrets. Maar als we dit gaan doen, dan gebeurt er iets heel vets. En dat gaan jullie nu zien. Let maar op, er komen monsters en die zijn ultiem groot. Die komen dadelijk aan de andere kant. Zoals je ziet, komen ze daar en ze komen ook aan de linkerkant geloof ik. Dus we gaan nu naar links. Oeh, apie. Apie, apie, apie. Apie mag niet in de buurt komen van ons. Oeh. Oh, en er komen andere monsters waar ik nu rekening mee moet houden. Daar komen ze al. Apie blijft daar wel. Ik weet niet of ik hem kan schieten vanaf daar. Ik denk het wel. Ik wil hem dood hebben. Hij is ver. Oeh, en daar hebben we het andere monster al. Die gaan we nu bestrijden. We gaan hem bestrijden. Het is één monster die in één klap doodgaat. Ik weet niet wat voor monster het is. Maar we gaan hem. Oh. Wacht, 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 wacht. Oh, lekker, 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 lekker. Oh, en daar nog een monster. Oh, jee, jee. Oh, jee, jee. Oh, het wordt nou heel druk. En dat is Serious Sam. Heel druk. Heel veel monsters tegelijk. Zo kennen we Serious Sam. Ik gooi gewoon. Wacht even, wacht. Hoppakee. Twee aapjes in één keer. En de volgende. Kom maar. Hoppakee, tactisch. Jij bent dood. En dit is nog maar level 1, hè? Het is toch wat. Hebben we nog meer monsters? Ja, in de verte komen er nog een paar aan. Die en daarin. Zo. Hebben we nog meer punten hier zo? Nou, we kunnen dat spulletjes oppakken. Zijn ze nog niet dood? Oh, een apie. Nee, een ding. En nog één. Komt er nog één. Oh, ik moest reloaden. Zo, hoppakee. Nou, voor de rest is alles dood. En kunnen we, als het goed is, op ons gemak. De muziek gaat ook dalen. Dat betekent dat we inderdaad het veilig hebben nu. Er zijn geen monsters meer die mij willen vermoorden. Dat is heel mooi. We gaan nu naar binnen toe. Want we hebben nog wat secrets. Hier zo. Kijk. Binnenin kunnen we deze deur openen. En hier krijgen we wat secrets die we kunnen oppakken. Zo. Hoppakee, hier nog wat spullen. En daar nog armor. En ik zal ook dadelijk aangeven tot wanneer ik had gespeeld. En dan zou je ook gelijk merken dat ik niet weet waar ik naartoe wil om moet gaan. Dat is altijd lachen. Dan kunnen jullie lachen, want dan weten jullie niet van... Ah, die Vincent weet toch niet waar hij nu naartoe moet. Want die heeft dat niet, die heeft dat niet uitgevonden gisteravond. Zo. Doe dit open. En dan gaan we hier naar beneden. Want daar moeten we zijn. Waar al die monsters. Hallo jongens. Hallo. Hoppakee. Nou, die zijn makkelijk dood. En hebben we daar nog een kistje of een soort van... Hoe noem je dit? Een schuurtje. Ik noem het gewoon een schuurtje. Zo.
Niks kunnen we vinden. Zijn de monsters daar? Nee. Zijn de monsters daar? Nee. Dan gaan we hier naar binnen en hier zal het heel donker zijn. Maar dat geeft niet, want we gaan automatisch een lichtje openen. En gaan we in deze tunnel. Kijk eens. En wij gaan op zoek naar een artefact. Of hoe je dat moet noemen ook. Een soort van, het heeft een dure naam. Ik denk, zal het gewoon artefact noemen? Ik denk het wel. Hier zo. Daar is die. Die pakken we. Zo. De Easter statue. Ik heb hem gepakt. En we gaan nu terug. We moeten nou weer de trap op. En dat gaat even wat langer duren. Hij gaat heel langzaam die trap op. Vraag me niet waarom. Zo, dan gaan we hier naar boven. Zo. En dan gaan we hier naar boven. Zo. En we moeten dat beeldje moeten we brengen naar de tempel. Op de goede plek moeten we die neerzetten. Maar er komen natuurlijk ook monsters. En die gaan we natuurlijk bestrijden. Op deze manier. Oh! Er komen natuurlijk aardig op monsters dadelijk. Dat snap je wel. Ja, we gaan gewoon naar de plek toe waar we moeten brengen. En ik ga dat doen met mijn shotgun hier. Oh jee, er komen nog meer monsters. Oh. Het worden er meer. Ik ga mijn pistool pakken, denk ik. Nee, oh, ik pak het verkeerde wapen. Moment, moment. Er komen er best wel wat meer. Zo. Je moet ze altijd ontwijken, dat is het beste. En gewoon schieten. Maak ze allemaal dood. Oké, prima. Ze zijn allemaal dood. Wat is dit eigenlijk? Ik weet niet of ik het kan schieten of het dan kapot gaat. Even kijken. Nee, er gebeurt niks. Het fijne is dat ik oneindig kogels heb met dit wapen. Ik hoor allemaal monsters. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik draai me om en ik hoor monsters. Ja, ik hoor ze. Waar zijn ze? Waar zijn die monsters? Kom maar. Ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval het standbeeld of het beeld op het, ja, op het goede plek zetten hier. En er gaat iets gebeuren en tot hier heb ik gespeeld. Dus het wordt nou allemaal een beetje spannend hoe dit level verder gaat lopen. Oeh! Dag meneer. Je kan ze ook niet een headshot geven, want die gasten hebben ook geen hoofd, zeg maar. Dat is een beetje het punt. Maar ik moet nu gaan uitkijken, want er komen daar heel wat monsters. Dat weet ik wel. Oeh, er komt de eerste al. En ik ga eventjes, een ander wapen pakken, want deze is wat beter. En een grote schorpioen. Oh god, nu komen er heel veel mannetjes. Er kwam ook eentje gillend op af en ik weet niet waar. Daar is die. Oh. Hoppakee, en deze dood. Zo, hoppakee. Er komen wat meer mensen op me af nu. Er komt nog wat op me af. Ik weet niet waar. Maar ik moet het schorpioen nu even uitschakelen. En die is best wel sterk. Het is een schorpioenenkoning. Zo noem ik hem maar. En ik ga eventjes. Oh, ik hoor nog wat. Ik hoor nog wat. Ik ga even naar achteren. Ik moet schuilen. Ik moet schuilen. Waar ben je? Waar ben je? Daar is die. Daar komt hij. Yes. Oké. Ik heb wel, als het goed is, een sniper. Dus als ik even inzoom, dan sniper ik gewoon die schorpioen waar het kan. Zo. Hoppakee. Is die dood? Ja, hij is dood. Hè? Die zal een hoop punten opleveren, denk ik. Gaan we verder kijken. Is het nog iets van monsters? Nee. Mooi zo. Dan gaan we daar naartoe. Ik ga deze reloaden. Stond niet voor niets in beeld. Ik hoor nog steeds monsters, dus we zijn nog niet klaar. Waar komt die vandaan? Waar komt die vandaan? Daar zo. En ik heb nog meer geschiet. We hebben een ding opgepakt, een beeld. En er komen weer monsters. Oh god, dit wordt echt een hel. Dit wordt echt een absolute hel, dat weet ik nu al. Zonder van mijn kogels. Die kan ik beter gebruiken voor deze grote jatsers. Oké. Kom maar van over de heuvel vandaan. Dat is veel makkelijker voor mij. Zo. Maar ik denk dat we nou weer aan het Wilson Secret found. Hebben we een Wilson Secret? Wat dan? Heb ik een Wilson Secret? Ik weet mijn god niet wat de Wilson Secret is, maar goed. Het had het beter als we iets uitvinden. De muziek speelt nog af, de rockmuziek. Dus ik denk dat we nog. Oh, daar hebben we nog mannetjes. Hoppakee, 1 en 2. Zo. Komen er nog meer mannetjes? Ja, hier zo. Maar de rest is het allemaal veilig. Dan gaan we door en dan gaan we denk ik weer naar dezelfde plek als eerst. Zo. En dan gaan we. Denk ik. Ik hoorde wel ontploffing net. Is hier nog ergens een monster? Even kijken. Nee, niks te bekennen. Dan gaan we weer naar midden toe. En ik denk dat we dat ding ergens hier moeten plaatsen. Oh, ik hoor allemaal monsters achter me. Oh, er komt er één. Oh, er komt er nog één achteraan. Oh, er komen er nog meer.
Oh, hallo, hallo jij daar. Hallo jij daar. Echt een heel slecht wapen, ik weet het. Waar moeten we dit plaatsen dan? Moeten we dat hier opzetten? Ja, use. Oké. Er gaat iets open. Of er gaat eentje... Oh, kijk nou. Aha. Een plek is open. En ik hoor meer monsters die er komen. Ik hoor er meer. En dat is niet goed. Ik pak even dit wapen. Die vind ik eigenlijk uit mijn hoofd iets beter dan de andere. Oh god. Oh god, oh god, oh god. Oh, achter me. Oh, ja, 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 ja. Ik ga terug, ik ga terug. Ik vertrouw het niet. Oh. Wow, en wat schiet daar allemaal dingen af? Oh god, ik vertrouw het niet. Ik ga een 7 pakken. En ik ga inzoomen. Oh, dat beest is sterk. En enorm groot. Ik weet niet wat het is voor iets. Hij is in ieder geval dood. Mors dood. En de muziek houdt op. Oh, gelukkig. Dat was het enige. Mooi, mooi, mooi. Kan je dit kapot schieten? Nee. Oké. We gaan eens kijken. Waar is dat? Oh, hier. Kijk nou. We hebben het volgende statue. Ik ga het even opslaan, het spel. Kijk, dit was van gisteravond. Oh. We gaan verder. Oh jee, er komt weer een monster. Hallo, jij bent niet... Welkom op ons theekransje. En oh, jij helemaal niet, meneer. Hij is vervelend. Maar wel binnen 3 schoten dood. En dat scheelt. Oh, wat is dat? Oh, what the fuck is dat? Woeie! En garde. God, er komen nog meer monsters. Ik ga wat anders doen. Ze verschijnen uit het niets. Oh, daar komt een grote boelebas. Daar komt een grote boelebas. Oh, shit. Kom op, ik kan niet meer bewegen, joh. Oh, er komen echt heel veel monsters nu. Nou ben ik een soort van het zaadje. Oh, god. Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Goed spelen, Vince. Goed dat ik mijn spel heb opgeslagen. Het was op het juiste moment, heb ik het gevoel. Oh, la, 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 la. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, ben je dood al? Oké, nou durven ze niet meer, hè? Het is gewoon een jongen, jongen. Dat was even stressen. Maar als het goed is, ben ik nog niet klaar. Nee. Juist. Daar staat er nog één te wachten. Nu durft hij al. Die staat achter die grote loebas. Oh, er komen nog meer monsters. Hallo en tot de volgende keer. Oh! Kijk eens, ik heb zijn hoofd gepakt. Gaan we hem weggooien? Over dit randje. Hoppakee. Zo. Dat we daar geen last meer van hebben. Zijn er nog meer monsters? Oké, dus als we dat onzichtbare soort muur zien, dan moeten we uit gaan kijken. Heb ik genoeg leven? Nou, hier zit ook niks in. Jammer dit. Oh, daar zijn nog mannetjes. Hallo. En hoi. Is iedereen dood nu? Zo te zien wel. We gaan hier naar binnen. Ik hoorde nog wel monster net. Ik hoorde... Ja, hoor je het? Ja, ja, ik hoor het gegil. Er komt er eentje vanaf daar. Let op. Er komt er een. Hij komt. Ik hoor het. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Zo, ik schrok me dood. Rotbeesten. Shit, waarom schrik ik zo? Oké, de tweede is klaar. En waar... Oh god, weer dat monster. Die wordt verdedigd. Dit is een heel pittig level. Ach, maar ik moet rustig aan doen. Waar is dit? Waar is die plek? Volgens mij achterin. Hallo. Hun wachten netjes tot het filmpje voorbij is. Daar ben ik wel heel blij om. Ik ga eerst even opslaan, want dit is echt keipittig. Gewoon een nieuwe save. Huppakee. Ik heb ook geen granaat in het spel. Dat vind ik jammer. Ik mis die wel een klein beetje. Oké, daar komen ze om het hoekje. In 3. In 2. In 1. En komt u maar. Niet? Oké, dan is mijn tactiek om gewoon 1 keer te rennen en niet achterom te kijken. En het monster wat voor me zit even snel te knallen. Zo. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Woe! Er kwam een vandaan en ik zag hem niet. Ik zag die ook niet. Wachten, wachten, wachten. Ik moet even een ander wapen pakken. Iets wat hiervoor beter is geschikt. Ja. Oh, er komen er zoveel in 1 keer. Oh, shit, 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 shit. Ja, rustig blijven, dat is het belangrijkste in deze game. Heel erg relaxed blijven. Zo, heb ik en nog eentje. Fantastisch, die is dood. Komt u maar. Zo. Zo doen we dat. Ik hoor nog meer gillende mannen. Gillende mannen. Waar zijn de gillende mannen?
Gillende mannen. Ik zie ze altijd zo slecht. Oh, daar. Jeetje, waar komen ze vandaan? Van onder. Van beneden, van het strand. Die hebben natuurlijk lopen zonnen. Aha. En er komt er nog één. Huppakee. Ik denk, omdat daar de mannetjes vandaan komen, dat ik voor mij achterin het level moet zijn, denk ik. Zo. Ga allemaal dood. Bloed, bloed, bloed. Even kijken. Nou, dat wordt een lange aflevering. Speciaal voor jullie deze Serious Sam aflevering. En mijn sniper is op, helaas. Dat vind ik heel jammer. Want dadelijk komen er wel hele sterke mannetjes. En ik heb er wel sterkere wapens voor nodig. Dus ik ben bang dat het wel pittig wordt. Ik denk dat ik daar moet zijn, in die tempel daar. En als ik het zo zie, want de beveiliging is hier. Dus ik denk dat het daar is, die tempel daar. Halve tempel, soort van. Komen er nog mannetjes? Jazeker. Oh, die komen van daar vandaan. Passen ze wel hier doorheen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zal ik eens kijken of die hier doorheen past? Gewoon eens nieuwsgierig. Ik schiet hem één keer. Oh, shit. Ik dacht dat ik hem één keer schoot, dat ik hem dan een beetje verlamde, weet je wel. Ik hoor nog een skeletje. Ik hoor een skeletje. Waar zit hij? Altijd goed kijken. Zit hij hier tussen? Oh, daar zit hij. Hij bugde. Zag je het? Nou, dan gaan we daar naartoe. En ik denk dat het daar wel is, hoor. Ik hoop het wel. Nee. Hier is het niet. En wel een wapen. Kijk. Dit willen we hebben. En daar in de hoek lag nog iets. Oh, dat... Nee. Sowieso waar het een grote monster is. Die grote Lubas monster. Daar is het. Ik denk dat het daar is. Waar die grote kanonnen vandaan komen. Ik hoor weer mannetjes om me af komen gillen. Oh, daar. Daar is het. Ja, is dood. Er komt weer een mannetje om af. Waar is die? Waar is die? Daar. Dat is mooi. Je hoort ze op je afrennen. Ze verraden zichzelf een beetje. Hè? Hier binnen hebben we nog wel iets. Een pistooltje. En hier. Oh, ammo, ammo, ammo. En allemaal levensdingetjes en kogeltjes. Mooi zo. Oh. Begint die muziek weer. Voor één monstertje begint de muziek. Spannend. Daar nog één. En hier binnen zit nog één. Zo, hoppakee. We hebben het opgepakt en we moeten nu naar het midden toe. Oh jee. Onzichtbaar. Ik kan er niet doorheen. Er gaat nu wel gebeuren. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Ik denk dat ik even opslaat. Voor het geval we dood gaan dadelijk. Yes. Oké, en enter. Daar gaan we. Oh. Dit is echt een groot beest. Waarom is hij zo groot? Waarom is hij zo huge? Maar, als het goed is, kan hij me niet doden op deze manier. Kijk, oh dit. Oh, en nu weer wel. Jammer dit. Oké, nu moet ik even gaan uitkijken. En moet ik een grote wapen gaan pakken. En dan denk ik deze. Ja, hij is dood. Kijk eens, wat een joekel. Nee, niet die. Alsjeblieft, niet die. Die zijn zo verschrikkelijk irritant. Dat zijn engeltjes. En die willen we niet bij ons hebben. Go away! Ik klik jullie weg met mijn pistool. Zo, hoppakee. Maar als het goed is zijn ze nog niet dood. Ze lopen als het goed is nu over de grond heen. Klopt dat? Nee, maar er loopt wel wat anders over de grond heen. Die en die zijn dood. En er is nog een engeltje. I love an angels instead. Is hij dood? Ik weet het niet. Jawel, hij is dood. Hij viel gewoon dood neer. Je hebt ook wel eens als je een engeltje schiet en hij is niet zo hoog boven de grond en hij valt neer en hij valt niet dood neer, dat hij dan zeg maar... Kijk, misschien kan ik het laten zien. Ik denk het niet. Nou ja, dat hij dan neervalt en dat hij dan zeg maar... Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat hij dan gewoon doorleeft en je kan hem dan... moet je hem alsnog eventjes schieten om hem helemaal dood te krijgen. Of ze, of haar. Ja, het is wel een haar, denk ik. Althans, dat gok ik. Nou, we gaan naar binnen. Ik pak even deze, want deze vind ik het beste. En ik denk dat we hierna nog eentje moeten, of twee. Volgens mij eentje nog. Even kijken, we pakken even spulletjes op. Hebben we nog wat nodig? Nee. Dan moet hij als het goed is hier zo erin. En dan hebben we de laatste.
De allerlaatste. En waar zit die? Waar gaat die plaatsvinden? Ik denk dat dat achterin is. Wat ik bedoelde net. Ja, dat moet wel. Oké, die gaan we oppakken nu. Ik ga mijn spel opslaan natuurlijk weer. Oh, wat ben ik een watje. Maar het is gewoon voor mijn eigen bestwil. Zo, dan hoef ik niet alles opnieuw te doen. Daar gaan we. En uitkijken. Ik neem een andere route. Laat maar, ik neem een andere route. ja, dat waren aardig wat mannetjes. Of van die grote robotten. Die zijn echt vervelend. En vooral als je mist. En inderdaad geen kogels meer hebt. Wat je nodig hebt voor dat grote monster. Dat is alleen maar handig als je dat hebt. Vooral twee monsters is niet handig. Maar we kunnen dit doen. Daar hebben we oneindig kogels voor. Het duurt wel even, maar als je hier staat, zie je het? Dan kan je hem eigenlijk gewoon schieten zonder dat hun dingen afvuren. De AI is niet zo best, geloof ik. En dat kunnen we ook bij die doen. Kijk, dit gaat veel beter, dit. Het duurt even. En ik zie daar nog ook even monstertjes komen. Zo. Is hij al bijna dood? Ik denk het bijna wel. Ja, hij is oranje en bij rood is hij helemaal dood. En die gaan we nog even doden. Zo. Ja, die is dood. Oké, we moesten het even op die manier doen. Komen er nog monsters? Ik denk het wel. Daar dus. Er komen heel veel monsters. Er komen heel veel monsters. En er komen ook heel veel andere monsters bij kijken. Daar, zo'n laserpoppetje. Laserpoppetje, wat een mooie naam. Zo. Oh, er komen heel veel monstertjes. Dus ik ga heel zachtjes naar achter toe lopen. Dat ik even de ruimte krijg om bepaalde monsters te doden. Zo. En die zijn echt irritant. Die hebben van die laserstralen. Die kan je wel makkelijk ontwijken, maar je moet wel een beetje de afstand houden. Zo. Maar het valt nog mee. Hij staat toch op toerist, hè? Kan je nagaan. Snap je nu waarom ik hem niet op hard zet? Dan is het echt een gek huis. Oké. Okay. Ik pak hem op. Geen... Ja, er komen mannetjes. Ik wist het. Oh god, er komt daar een heel groot monster. Oh god, god, god. Dat is niet goed. Oh, en achter mij. Of... Huh? Wat? Is dat een monster? Oh! Oh shit. Oh, die balletjes volgen mij. Oh god. Ik ga denk ik maar even uitkijken. Dat doe ik al heel de tijd. Ik weet het. Maar nu wat extra. Oh god, dit is heel lastig. Daar komt het monster namelijk al aan. Wat ik bedoelde. Wat geen fijn monster is. En die je niet graag achter je aan wil hebben. Dat is van die groene derrie over je heen kotst of wat het ook is. Daar komt hij. Hij heeft een paar armen. Ik ga er nu op afkomen. Kijk, het valt mee hoe sterk hij is, maar hij is gewoon heel vervelend. Nou ja, hij ziet er best wel sterk uit op zich. Ja, hij is dood. Helemaal met bloed besmeerde duivel is het. Oké, prima. Oh god, ik hoor nog meer groen. Dat betekent dus dat er nog meer monsters zijn, maar ik skip ze. En dan kom ik ze misschien dadelijk nog even tegen. En dan plaats ik hem hierop. En dat is de laatste. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want er gaat een deur open als het goed is. En dat is misschien wel het einde van dit level. Oké. Oh god. Ik ga even nog één keer opslaan voor de zekerheid. Dat ik dat stuk niet meer opnieuw hoef te doen wat ik net heb gedaan. Dat is alleen maar goed. En er komen heel veel monstertjes om af. Dus wat ik doe is even schieten, schieten, schieten. Dat is alleen maar positief. Zijn ze dood? Yes. Oké, waar moeten we heen? We moeten naar die deur. Wat open ging. Oh, niet dat monster nog een keer. Nou, nog een keer dat monster. Eerst vermoorden we die. En dan gaan we naar die toe. Ja, is dood. Wat komt er nog meer op af? Een skeletje. Een skeletje. Zo, bemoeial. Echt een bemoeial skelet. Waar moeten we heen? Nou moeten we gaan zoeken naar die ene plek wat open is gegaan. Want die deuren. Kijk hoor, die rots is niet hoog genoeg. Maar ik denk niet dat het monster hier kan komen waar ik nu ben. Kan die komen hier? Ja, oh! Hij kan er gewoon overheen. Nou, dan maar gewoon dood. Huppakee. Waar is die plek? Ik denk niet hier bij het begin. Maar we moeten wel even gaan zoeken. Waar is die plek? Kijk, hier zo. Even weer wat loot pakken. Gelukkig staan overal van die...
Oh, je hoort gelukkig weer normale muziek. Heerlijk. Even zoeken. Waar was dat? Misschien wel... Die hadden we gehad. Deze. Dat was niks. Hebben we daar gekeken? Volgens mij niet. Oh, ik neem gelijk even dit mee. Zo. Mijn health is full. Hier zo. Nee, dan hadden we dat ding gepakt. Even kijken hoor. Daar zijn we geweest. Dan moet het ergens hier in het midden zijn, vrees ik. Er geeft iets licht daar. Wat is het? Een bol. De Isis seal. Die heb ik nu opgepakt. Ik weet niet wat het precies is. Maar in ieder geval... Ja, nou ja. Het zag er cool uit. Misschien zit het wel in die tempel binnenin. Dat zou ook nog kunnen. Hier hebben we natuurlijk ook een hele mooie muur. Hé, hey, wacht eens even. Dit was die plek. Aha. Dus misschien is het toch hier binnenin. Laten we kijken. Ja. Dat moest ik openen. Oh, wauw. Filmpie. Another key. Did I mention how much I like keys? Where do I put this thing? We think it unlocks something in Abu's symbol. Abu, huh? Check Natrissa. I've uploaded the coordinates. Where do I meet the chopper? So... There's no chopper, is there? We can't get anything in or out right now. This is the hottest zone in Egypt. Whoa, dat is een mooi wapen. We picked up a motorboat, anchored about a quarter mile from your location. Try to get it and head to Abu Simbel. You know me. If it floats, I'll make it work. This should help. What? Let's just call it my little secret. Ik weet niet of we nu klaar zijn met het level. Ja, we zijn klaar. We hebben hem al uitgespeeld in 31 minuten. We hebben het zeker niet slecht gedaan. Wauw. En we hebben, even kijken, 245 monsters vernietigd. Dat is best wel redelijk veel. Meestal heb je over de 1000 monsters in een level. Maar we zitten al maar bij level 1. En het is een vrij groot level ook geweest. Maar mijn totale score is toch 2 miljoen. In de 2 miljoen. Nou, dat is netjes. Dit was het spel. Ik ga hem afsluiten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga even mijn spel opslaan natuurlijk. Ik hoop dat jullie het leuk spel vonden. Serious Sam 3. Je kan hem halen op Steam natuurlijk. Als je wil. Het is een best wel redelijk spel. Maar ik raad ook heel erg deel 2 aan. Want deel 2 heeft een ontzettend grote singleplayer. Die je ook in co-op kan spelen. Bedankt voor het kijken naar deze extra lange video. En tot de volgende keer. Vergeet vooral geen like achter te laten. Doei doeg!